Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Keer op keer kreeg ze de vraag, hoe was het in de gevangenis in Iran? Hebben ze je iets aangedaan? Simpele vragen, maar ingewikkelde antwoorden, zegt Marjan Saigali daar zelf over. Maar nu staat het hele verhaal in een mooi, openhartig en aangrijpend boek, Tot op de dag. En ik praat nu met de schrijfster. Ze woont in Almere, ze is directeur van de Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF, en sinds kort ook voorzitter van het Humanistisch Verbond. Marjan, je beschrijft eigenlijk zelf in het boek ook de worsteling die je hebt gehad met het schrijven ervan. Tot op het laatst twijfel je of je er goed aan doet. Het boek is er nu, je kunt nu niet meer terug. Welk gevoel overheerst nu? Ik ben heel erg tevreden over. Dat heeft ook zeker te maken dat het mijn doel was dat het niet alleen maar het aandacht gaat zich vestigen op mij, maar ook iets wat groter is dan ik. Mm-hmm. En dat is inderdaad het thema democratie, tolerantie, gastvrijheid, maar ook dan dat een vluchteling niet zomaar het land binnenkomt. En ik constateer dat het wel heel goed wordt opgevangen en dat geeft mij heel veel voldoening. Ja, toch deins je daar eigenlijk heel lang voor terug. Hè? Het bezorgt je een misselijk gevoel, de gedachte om de beerput te gaan openen, zoals je dat omschrijft. Je verafschuwt je verleden. Uiteindelijk werk je samen met Job Hulsman aan het boek. En als je hem je ervaringen vertelt, ga je zelf na afloop het zweet en de ellende van je afdouchen. Dat klinkt wel als een zelfkwelling. Het verhaal was groter dan ik aankon. Waarom is het toch nodig om het verhaal te vertellen? Nou, ik denk dat wij heel veel weten over het verhaal. En het verhaal op het moment dat het wordt verteld met inderdaad impact dat het voor mensen heeft. Voor soms ook levenslang, want dat is het ook inderdaad tot op de dag. Dat het wat meer gaat leven bij mensen. En dat het meer aanleiding geeft om te reflecteren. Om te kijken van, nou goh, ten eerste, wat doen we als mens en mens? Want dat is het ook inderdaad. Maar goed, hier in Nederland zou het ook misschien bij kunnen dragen aan het begrip solidariteit. En dat wij de vrijheid die wij hier hebben, moeten het heel goed koesteren. Ja. Want jouw eigen verhaal is makkelijk is het niet. Nee, zeker. Dat blijkt zeker uit het boek. Jouw eigen verhaal is dat je werd opgepakt omdat je als scholier rebelleerde tegen het regime in je geboorteland, Iran, na de Islamitische Revolutie. Je beschrijft heel beklemmend je gevangenschap, zonder dat je alle details prijsgeeft. Maar het gaat onder andere over martelingen. Ik ga er even omwille van de tijd een heel grote stap doorheen als je het niet erg vindt. Je familie koopt je vrij uit de gevangenis. Dat is tegen je zin. Je wordt gedwongen om te trouwen, zodat je eigenlijk uit het openbare leven verdwijnt. Nou, dan leid je een aantal jaren een zinloos bestaan, zoals je dat zelf omschrijft. En na een aantal jaren dan vlucht je. Nou, dat leest echt als een thriller, dat vluchtverhaal. Na een aantal mislukte pogingen via Turkije ga je uiteindelijk met het vliegtuig naar Parijs en kom je in Nederland terecht. En dan krijgen we het verhaal van AZC's, asielprocedures en verblijfsvergunningen. En als jullie een huis betrekken in Brummen, dan denk je, ik weet niet of ik het ga redden in dit land, in Nederland. Toch stort je je er volop in, want je wil geen tweederangs burger worden. Dat is je grote angst. Je wil niet geaccepteerd worden, maar erbij horen. Wat is het verschil? Nou, dat je het meedoet, dat je het wel bijdraagt, dat je het wel ook iets doet voor de samenleving, voor de community waar je in leeft. En dat je niet alleen afhankelijk bent en dat je het wordt gezien als gast, maar dat je het ook zelf een gastvrouw of gast hier kan zijn. Dat je het werk, dat je het opinies kan agenderen. Dus dat is het voor mij en een volwaardige burgerschap. En ik denk dat het wel met keihard werken inzet, maar ook zeker de mogelijkheden dat de Nederland heeft mij geboden, dat het wel het niveau heeft bereikt. Ja. En dan sta ik niet aan de zijlijn, dan ben ik er ook één van en kan ik ook meepraten, zelfs meebeslissen, zelfs mee beïnvloeden. Ja. En dat vind ik het wel een van de mooie effecten van om er hier te zijn waar ik er nu ben. Maar aan de ene kant betekent dat voor je dat je gaat fietsen, want je ziet iedereen hier fietsen en dat betekent oliebollen op oudjaarsdag en pindakaas eten. Maar aan de andere kant betekent het ook dat je echt, met ijzeren discipline aan de gang gaat. In eerste instantie om taal te leren, hè, met een woordenboek. En dan begin je bij de A alle woorden uit je hoofd te leren. Ik vroeg me af, want het is echt bijna, ik wil niet zeggen maniakaal, maar je stort je er echt helemaal in. Was dat ook een manier om het verleden op afstand te houden? Het zou best kunnen. Het is een psychologie waar je het nooit weet. Ik denk dat ik op dat moment dat ik ermee bezig was, wilde ik echt heel erg vooruit. Ik wilde naar de toekomst. En de toekomst was voor mij geen plek voor verleden. Mm-hmm. En dus met de heden en toekomst bezig zijn, kan je het wel eigenlijk iets van je afsluiten of wegdoen. Dat is ook wat ik het
denk ik, indirect heb geprobeerd te doen. Totdat je het constateert dat het niet kan. Maar aan de andere kant, Jeroen, is het ook gewoon als je het echt als een nieuwkomer, en zeker als vluchteling naar Nederland komt of in andere Europese landen, dat je het echt heel hard moet werken. Dat zie ik ook bij onze studenten bij het UAF. Dat ze het een enorme doorzettingsvermogen hebben. En dat kan ook niet. Het gaat niet vanzelf. Dus je moet echt een ijzeren discipline hebben om de taal te leren, om een onderdeel te worden van de samenleving, om het te kunnen meedoen. En dat heb ik er toegepast. Ik had ook inderdaad 2 kinderen. Dus het is ook met een gezin is ook niet altijd makkelijk. Dus het is wel enerzijds heel erg keihard werken om het iets te kunnen bereiken. En dat effect kan het ook zijn dat je het minder met het verleden bezig bent. Maar in mijn boek beschrijf ik het ook dat het verleden ook altijd aanwezig is. Dus het is niet van dat het wel niet aanwezig is op het moment dat ik het keihard werk. Maar het mooie is dat het ook als er mogelijkheden worden geboden. Dus je grijpt het wel aan en dan kan je het ook ergens komen. Dus het resultaat is het uiteindelijk wat het telt. Daar ben ik zeer tevreden over. Maar in de discipline zie ik het ook terug bij onze studenten bij het UAF. Ja, want dat is natuurlijk wel aardig. Je gaat zelf studeren in Amsterdam met behulp van die Stichting voor Vluchtelingen en Studenten, waar je nu dus zelf directeur van bent. En daar zit natuurlijk ook een enorme motivatie achter dat je dat ging doen destijds. Belangrijk motief is volgens mij ook in het boek dat je zelf een beter leven wilde dan in Iran. Hè? Terwijl je vaker nog wel van vluchtelingen hoort dat ze naar Nederland komen om hun kinderen een beter leven te geven. Zie jij dit verhaal als een aansporing aan andere vluchtelingen om niet in slachtofferschap te blijven hangen? Mijn boodschap is altijd van, we zijn gevlucht, we hebben verleden achter ons. Slachtofferschap is een keuze. Ik wil niet zeggen dat je niet slachtoffer bent. En als je het niet kiest voor een slachtoffersrol, dan ben je heel erg vanuit daadkracht bezig met het perspectief. Ja. Dat is het zeker ook een motto. Niet alleen aan vluchtelingen, maar ook denk ik aan een grotere gemeenschap die ik het wel meegeef. We hebben het te kiezen en dat is het. Leven geeft ook ons de keuze. Ja. Soms overkomt ons iets, maar dan kan je kiezen om daar blijven hangen. Je kan het ook kiezen om toch maar vooruit te gaan. En dat is ook een mooie zin in je boek. Hè? Wie geen tweederangs burger wil zijn, moet zich ook niet zo gedragen. Ja, daar geloof ik er ook heel heilig in. Ja. Intussen want dan betekent dat je heel erg in de passiviteit terechtkomt en dat je medelijding met jezelf hebt. Maar dat kan je ook beschouwen worden als een soort slachtoffer. Als gevolg wordt jouw kracht en kwaliteit en power niet gezien. En dan ga je ook zelf niet daarop appelleren. Nee. Intussen is jouw keuze dus geweest om het verhaal te vertellen, aan de buitenwereld prijs te geven. Waar jouw vader nog zei, hè, toen je terug uit de gevangenis kwam, hier praten we niet meer over. Uiteindelijk moest het verhaal verteld worden. Het verhaal dat begint eigenlijk op de luchthaven bij Teheran. Dat eindigt in Almere Parkwijk. Als je nou dat hele verhaal overziet en je kijkt wat er nu van je geworden is, het is eigenlijk een wonder dat het zo is afgelopen. Ja, en wonderen bestaan nog. Het is ook heel toevallig, want het boek heb ik ook geschreven met Job Holsman. Dus ook, als ik het toch soms terugdenk, denk ik van ja, hoe komt dat het zo goed bij elkaar zijn gekomen en dat we wel iets, een succesvol project van hebben gemaakt. Dus ja, het is wel een wonder. Ja, het is een wonder. En, maar wonderen bestaan er ook. Nou ja, we zien het levende voorbeeld, zie ik nu via een scherm voor me. Maartjan Zeghali, ontzettend maar bedankt. Maar ik wil het ook even naast wonder ook van dat zonder mogelijkheden zou het ook deze wonderen ook niet bestaan. Dat wou ik ook even gezegd. Die mogelijkheden moeten wel geboden worden, ja. Ja. Maartjan Zeghali, ontzettend bedankt en gefeliciteerd met dit mooie boek. Tot op de dag. Dit was Over Flevoland gesproken. Heel graag tot volgend weekend.